Oké, oppervlakte onder de grafiek van i is 4 min x kwadraat. Nou, als we hem tekenen, zien we een stukje van een parabool en die loopt van 0 tot 2. Nou, laten we eerst eens kijken naar wat de grafische rekenmachine zegt. Nou, dan ga je zeggen van nou, i is... Ik heb hier de tekening van die grafiek. Kijk maar, i is 4 min x kwadraat. Oké. Dan zeggen we vervolgens, met second calc, bereken nu de oppervlakte van 0 tot 2. Dan zeggen we, grafische rekenmachine, area is 5 1 derde. Methode 1. Methode 2. De eenvoudigste manier is eigenlijk de trapeziumregel. Nou, wat deden we ook alweer bij de trapeziumregel? Namen we eigenlijk een soort gemiddelde hoogte. Even gummen. Die lijntjes mogen wel even weg. Nou, wat is de gemiddelde hoogte? Die krijg je eigenlijk door te zeggen... de hoogte is de hoogte bij 0 is 4... plus de hoogte bij 2 is 0, gedeeld door 2 is 2. Dus je krijgt eigenlijk een rechthoek... Zo, waarvan de oppervlakte is 2 keer, en deze was ook 2, hè, keer 2 is 4. Nou, wat zie je nou? Vrij extreem eigenlijk, dat ik hier te weinig oppervlakte heb en hier heb ik te veel. Ja, dat is zo extreem, eigenlijk kun je die trapeziumregel hier helemaal niet gebruiken. Je ziet ook dat die enorm afwijkt, hè, want de error is hier 1 1 derde. Nou, dat is veel te groot. Niet happy. Dus moeten we het anders proberen. Nou, gelukkig kunnen we de Simpson-regel gebruiken. Heel goed. Dus 3. Ander kleurtje. Simpson-regel. 1, 4, 1. Nou, hoe ging dat ook alweer? Moet ik even een nieuwe tekening maken. Teken hem even een beetje overdreven. 2. Hier was hier 4. Bij die, ik moet hem in 2 gelijke stukken verdelen. Nou, dat kan vrij eenvoudig. Want ik zit hier bij 1. Want wat was die Simpson-regel? Was a is common interval gedeeld door 3 keer w0 plus 4 keer w1 plus w2. Nou, wat is nu die w0? Die w0 zit hier, dat is 4. w1 is deze waarde. Die moet ik even berekenen. En W2 is 0. Nou, wat is de functiewaarde bij 1? Nou, die kan ik wel berekenen, want dat is namelijk 4 min 1 in het kwadraat is 3. Common interval, dat zijn deze stukjes, CI. En ik heb hier ook een stukje CI. Zo. Nou, die is 1. Nou, invullen. Ik krijg dus 1 derde keer, nou, W0 is 4. Plus 4 keer deze hoogte, die is 3, plus 0. Dan krijg ik 3 keer 4 is 12, plus 4 is 16. 16 gedeeld door 3 is 5, 1 derde. Nou, die Simpson-regel geeft dus eigenlijk een heel goed resultaat. Zie je? Niks aan de hand. Nou kunnen we hetzelfde gaan doen met de Riemann-som. Nou, kunnen we wel eens even proberen. Hetzelfde tekeningetje maken. Twee en vier. En nu gaan we in dit figuurtje gaan we allemaal staafjes tekenen. Puntje, puntje, puntje. Zo. Laten we eens een staafdikte nemen van delta x is 0,1. Nou, daar gaan we. Riemann-som, vierde methode. Nou, hoe ging dat ook alweer? De oppervlakte is... Even de rekenmachine nodig. Volgens mij hadden we nodig... sum. En vervolgens... sequence. Nou, wat gaan we doen? We zeggen eigenlijk tegen die rekenmachine... Ga nou van elk staafje... de oppervlakte te bepalen. Nou, de basis die hier zit, deze afstand, die is 0,1.
keer de hoogte. Nou, de hoogte wordt natuurlijk gegeven door die functie. I is 4 min x kwadraat. Die vul ik hier ook in. 4 min x kwadraat. Dan wil die weten wat het midden is van het... Nee, dan wil hij de variabele weten. Sorry, variabele. Dan het midden van het eerste staafje. Nou, als een staafje 0,1 breed is, welk getal zit dan hier in het midden? 0,05, hè? Dus dat is 0,05. Dan het midden van het laatste staafje, dat is die waarde. Dat is 1,95. 1,95. En dan wil hij nog een keer het breedte van het staafje weten. 0,1. Dan gaan we. Is 5,335. Dan zitten we redelijk in de buurt. Kan nog beter. Maar dan moet je eigenlijk die staafjes kleiner maken. En dus je ziet hier eigenlijk dat die Riemann-som. Die is in dit geval het minst nauwkeurig. En die hele simpele Simpson-regel komt gewoon met een hele goede benadering. Ziet u? Nou, leuk.